ik ben een winnaar. En als ik aan een competitie meedoe, dan wil ik winnen. Je moet 6 denken. En dan krijg je 6. Dan kom je in een wereld terecht waar ik helemaal niet bij wilde horen. Mijn kracht is mijn uiterlijk of mijn kracht is mijn intelligentie? Die film heb ik al meerdere keren gezien en iedere keer krijg ik weer tranen in mijn ogen. En mensen hebben misschien een ander beeld van mij. En is die dan te hoog of te laag? Te laag. In het programma Het Gezicht Achter neem ik een kijkje in het leven van bekende ratenaren. Hoe ziet hun leven eruit? Welke keuzes maken zij? Vandaag komt voormalig Miss Overijssel en presentatrice Maaike Heethaar op bezoek. Wie is Maaike? Hoe heeft ze de tijd als Miss Overijssel ervaren? En is ze nu bezig met dingen die ze ook echt belangrijk vindt? Welkom bij Het Gezicht Achter. Maaike Heethaar werd geboren op 21 juni 1984 in Raalte. Ze bracht haar schooltijd door op de klimop en studeerde sportmanagement aan de Internationale Hogeschool in Breda. Daarna nam haar carrière een vlucht doordat ze tot Miss Overijssel gekroond werd. Tegenwoordig zet ze zich in voor een gezonde leefstijl voor kinderen en is ze presentatrice bij RTV Oost. Pastorie? Ja! Nog nooit geweest hier binnen niet. Karel. Je bent hier nog nooit binnen geweest? Nee. Ik ben nog nooit uitgenodigd, dus je bent de eerste. Want de kerk is wel voor jou bekend terrein. Ja, absoluut. Ik ben 3 jaar Mistina geweest in de kruiswerving en ook bij het kinderkoor gezeten. Ja, mooi. Mooie plek, nog steeds, maar dit vind ik ook bijzonder. Ja, je gaat genoeg zien hier. Nee, daarom. Het is leuk dat je dan hier een keer voor het eerst bent. Ja. Ik heb natuurlijk niet van deze locatie uitgekozen. Ja. Een prachtige plek in Raalte. Dus zo meteen zul je hier ook meer van het gebouw gaan zien. Leuk. Ik zou zeggen, ik ben loop die kant op. Dankjewel. Zo, kijk eens. Mag ik kiezen? Pak iets lekkers. Nou, ik pak een eierkoek, dankjewel. Een eierkoek? Ja. Kijk, daar ga ik voor een plakje cake. Het is natuurlijk wel mooi dat je koos voor een eierkoek. Waarom dan? 2 dingen toch? Sport. En ik lekker fit. Dat is een eierkoek. Nou, eigenlijk is mijn vraag dan, ben je inderdaad in je dagelijks leven ook zo wel bezig met gezond eten en je eten? Ja, ik wel. Iemand die daarmee bezig is. Mm-hmm. Tenminste, ik hou van lekker eten. Maar ik hou met name van gezond en vers eten. En de weekenden ga ik er wel graag op uit om lekker naar de markt te gaan of naar de boer te gaan. Om een mooi vlees te halen of mooie groenten. Ja, en dan lig ik met kinderen. Waarom is dat? Ja, Ik Lekker Fit inderdaad. Het is een project die ik gestart ben in 2009. In eerste instantie hier in Raalte met een diëtist, Angela Schokke. En met de kinderfysiotherapeut. Dat is een project die we hier in Raalte hebben opgestart op de basisscholen aan de hand van een voedingsquiz en een challenge. Nou, toen kwam de vraag om vanuit Raalte om het breder te trekken en langduriger te maken en duurzaam te verankeren binnen de scholen. En toen ben ik met een aantal partners, de GGD en sportserviceorganisatie, hebben een projectplan geschreven van hey, hoe kunnen we dit, de thema's gezonde voeding, meer bewegen. Nou, binnen die scholen brengen, maar ook binnen de gemeente en de leefomgeving. Ja. Nou, en toen zochten we ook een andere partner die dat ook financieel kon gaan trekken en ook langdurig duurzaam zou kunnen maken. Ja. En toen kwam zorgverzekeraar Zilveren Kruisdag mee aan de hoek. Daar ging ik mee om tafel en die vond dat een fantastisch plan. Maar die zei van ja, wij willen het graag wel regionaal gaan trekken. Niet alleen voor Raalte, maar voor de hele regio. Ja. Inmiddels is de regio de provincie geworden. En van provincie zijn we een landelijk project geworden. Ja. Aardbeien, oh, ik ben dol. Ik zit er al even naar te kijken, maar die aardbeien. Ik ben gek op aardbeien. Heerlijk. Ja, nou, ik zeg een eentje. Ja, dat vind ik wel lekker. Nee, dus ja, ik vind fruit heerlijk. Ik eet ook meer dan 2 stuks per dag. En dan sporten? Ja. En dan goed avondeten? Mm-hmm. Ontbijten? Ja. Wat politiek ontbijten? Ik word 's ochtends wakker en dan denk ik, oh, ik mag ontbijten. Echt waar? Ja. Ja? Ik vind ontbijt echt heerlijk. Nee, ontbijt is echt... Hoe ziet jouw ontbijt eruit dan? Wat is jouw ideale ontbijt? Yoghurt met muesli. Vers fruit, gesneden of handfruit, karnemelk, koffie of thee en soms ook nog een boterham erbij. En 's avonds ook.
in de maaltijd. Ja. Ja. En dan snoep je ook minder tussendoor, waarschijnlijk. Als je gewoon goed eet en dan ontbijt. Ik heb wel één verslaving. En dat is? Chocola. Puur? Puur met hazelnoten. Met hazelnoten. Ja. Dus als ik dat je voorzet, dan is het alleen maar eten, eten, eten. Ja. Ja, ik kan ook niet, ik kan, ja, dat doe ik. Begin ik met een stukje, een stukje. En dan denk ik, ik heb nog een stukje. En dan ga ik weer naar de kast. En op een gegeven moment is die reep gewoon op. En zeg dan ook wel eens tegen jezelf, oké, en nu koop ik de rest van de week ook geen chocola meer. Je moet het gewoon niet kopen. Nee, precies. Dat doet mijn moeder al. Ja. Die zegt dan ook, oké, jongens, het is op, maar ik koop de rest van de week niks meer, want dan kunnen we het niet pakken. Ja, als ik het niet wil eten, dan koop ik het gewoon niet. Triviant. Ja, ik vind het heel leuk. Omdat je er ook heel veel van leert. Ook heel veel dingen die je niet weet. Mm-hmm. Of van je denkt van, ik weet het, maar ik kan er nu niet op komen. Ja. En dan vind ik het leuk om te weten dan. Met meerdere mensen, maar ik doe het ook met Julius, mijn vriend. Ja. En dat gaat er fanatiek aan toe. Laten we ondertussen even één stap doen, want ik heb natuurlijk nog meer in. Ken je het spel? Nou, ik zal het je eerlijk zeggen, ik ken het niet. Ik heb dus een beetje de spelregels doorgelezen. Ja. Maar vertel, wat is de eerste stap nu? Nou, we gaan eerst maar eens even een dobbelsteentje gooien, kijken wie het hoogste gooit. En die mag beginnen. Ja, nou, dan aan de vrouw de eer, uiteraard. Ja. Kijk, dit brengt geluk, hè? Als je zo schudt, zijn mijn boeren altijd. Ja, dan moet je even goed voor passie. Je moet 6 denken. En dan krijg je 6. Ze gooit echt 6. Zeg mazzel. 6 denken. Denk aan 6. Ja, ik moet nog even oefenen. Goed, jij mag beginnen. Ja, nou, dan mag ik weer gooien, maar we gaan nu beginnen. Ja, nu zul ik geen 6 krijgen. 5. Komt in de buurt. Komt in de buurt. En dan? Ja, kijk, nou, we hebben verschillende vlakjes. Die staan allemaal voor verschillende thema's qua vragen. 1, 2, 3, 4, 5. Ga ik voor aardrijkskunde of ga ik voor... Nee, ik ga voor sport. Oh, je kunt nog kiezen. Ja, dat doe ik. Ja, je gaat voor sport. Ja. Als je die niet weet... Nee, als je die niet weet, dat zou heel erg zijn. Hoe lang duurt een voetbalmatch? Nou, wat moeilijk. 90 minuten. Ja, helemaal goed. Kijk. Tenminste, waar staan de antwoorden eigenlijk? Dus dat ik maar mijn hoofd weet. Dus je moet hem zo vasthouden uiteraard. Ja, je pakt hem gewoon zo. Maar deze wist ik wel. Wat zei je? Dus ik heb het nog niet helemaal goed. Nee, ik snap het spel zo langzaam. Ja, ja, ik snap het. Ik ga zo meteen een paar stellingen voorleggen. Kom maar op. Dus te kijken welke keuzes jij maakt. Ja. En daarna natuurlijk de vragen waarom. Ik doe alles op mijn gevoel. Of ik denk wel eerst goed na voordat ik een stap zet. Ik denk heel goed na, maar ik ben wel iemand die heel erg op emotie ook kan reageren. Maar als je een keuze moet maken? Gevoel. Mensen schatten mij te laag in of mensen schatten mij te hoog in? Oeh. Ja, god. Dat weet ik niet. Je hebt vast een idee erbij. En mensen hebben misschien een ander beeld van mij. En is die dan te hoog of te laag? Waar zou je eerder naar neigen? Ja, maar dat is hoe ik er zelf tegenaan kijk. Dat wil ik ook te laag. Mee. Te laag. Ja. Okay. Ik maak zelf mijn beslissingen of ik ben goed te beïnvloeden door mijn directe omgeving? Ik ben goed te beïnvloeden door mijn directe omgeving. Mijn kracht is mijn uiterlijk of mijn kracht is mijn intelligentie? Combinatie. Dit had ik verwacht uiteraard, maar als je dan moet kiezen... Ja, dan moet ik mijn uiterlijk zeggen. Ja. Eerlijk. Ja. Ik maak altijd goede beslissingen. Of ik heb ook wel eens spijt van verkeerde beslissingen. Het laatste. Mijn imago vind ik belangrijk of ik geef niets om mijn imago? Ik vind het belangrijk. Dat onzekere meisje heb ik achter me gelaten of ik ben op momenten nog steeds het onzekere meisje? Ik ben op momenten nog steeds het onzekere meisje. Ik weet precies welke weg ik moet begaan of ik ben ook nog wel eens aan het zoeken. Nee, ik heb nu echt de weg gevonden waar ik naartoe wil gaan, maar dat is echt wel een zoektocht geweest. Ja. Sport of cultuur? Sport. Ik lekker fit of Marcus Mannen? Ik lekker fit. Je zegt mensen schatten mij te laag in. Ja, maar dat heeft ermee van doen, omdat ik natuurlijk ben mis over reizen geworden, ik heb modellenwerk gedaan. Dus mensen denken dat ik een of andere ster of iets dergelijks ben die dat alleen maar doet, die de hele dag met uiterlijk bezig is en fotoshoots doet. Maar dat is eigenlijk alles wat ik helemaal niet doe en ook helemaal niet wil. En
Ja, de neiging heb ik nu niet meer. Had ik destijds altijd om te gaan uitleggen wat ik allemaal deed en wat ik doe. En dat ik juist heel erg op inhoudelijke projecten zit. Maar dat komt ook weer voort uit een stukje onzekerheid. Dat je gewoon graag wil dat mensen je waarderen zoals je bent. En wie, en wat je maar door alle ervaring die je nu op hebt gedaan. Dat je laat los. Ja. Je zegt dat je wel spijt hebt van bepaalde beslissingen. Ja, dat heeft ook met leeftijd van doen. Op een gegeven moment toen dat Miss Overijssel gebeurde, dat is een beetje als een grap begonnen. Maar op een gegeven moment, ik ben een winnaar. En als ik aan een competitie meedoe, dan wil ik winnen. Mm-hmm. Dat is iets, dat was vroeger als ik met de Stoppenhanen optocht meedeed, wilde ik winnen. Als ik met de Playback Show meedeed, wilde ik winnen. Zo'n winnaarsmentaliteit. Ja, want op een gegeven moment word je dan Miss Overijssel. En dat heeft dan ook met naïviteit te doen. Ik had helemaal geen idee van wat het allemaal betekende. En dan kom je in een wereld terecht waar ik helemaal niet bij wilde horen. En in dat stempeltje van, dat is het mooie meisje. Nou, ik kan je foto's laten zien. En dat is wel grappig. Laatst was ik op Luttebergs feest. En kwam Willem Koren rond mijn klasgenoot aan me zeggen, ja Maaike, we hadden alles van jou verwacht, maar niet dat je Miss Overijssel zou worden. Ik zei, nee, maar dat klopt ook precies, maar jullie kennen mij. Ja. Ik was helemaal niet dat mooie meisje. Hoe is het zover gekomen dat je dus bij de Miss Overijssel eigenlijk iets had op aangemeld? Nou, dat heb ik dus niet. Ik heb niet mezelf aangemeld. Nee, dat is, ik deed in die periode, ik was toen 17, begon ik met modellenwerk. En dat is ook doordat ik op straat liep en werd gevraagd om eens voor een testshoot te komen. Nou, ik dacht ook, dat is helemaal niks voor mij. Ik vond het allemaal maar spannend en ik vond mezelf nooit, ik was er nog nooit mee bezig geweest. In overleg met mijn vriendinnen die mij raad gaven om dat absoluut wel te gaan doen, want die vonden dat zelf denk ik nog leuker dan ik, ben ik dat gaan doen. En toen in diezelfde periode werd ik benaderd door de Miss Overijsselorganisatie om mij aan te melden voor de Miss Overijssel. Die organisatie had werk van jou gezien? Ja, en die hadden mijn werk van mij gezien. En die zagen dat ik in Ghana was geweest en daar ontwikkelingswerk had gedaan. Die zagen dat ik bezig was om mijn HBO af te ronden. Die dachten, dat is nou een typische Miss Overijssel. In het begin zag ik daar helemaal niets in. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Ik heb er helemaal geen zin in. Ik was in het jaar als ik afgestudeerd, ik ging naar Amsterdam. Want daar deed ik ook veel modellenwerk. En ik wilde communicatiewetenschappen gaan doen in mijn masters halen. Ik dacht, ik heb ook wel voldoende tijd om dat erbij te doen. Is wel leuk, weet je wel. Misschien leer ik er nog wat van. Want ik kreeg een mediacursus en allerlei andere trainingen. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. We doen wel mee. Je ouders, wat vonden die ervan? Ik heb ze in het begin ook helemaal niet verteld. Ik denk, laat ik het maar gaan vertellen als het serieus iets wordt. Als ik in een bepaalde ronde kom, dat het ook ergens op begint te lijken. Leuk voor jou, Maaike. Het was wel leuk om te zien in de finale ook. Dat was in Hardenberg toen. Toen waren ze, je zag ze staan. En dan, ik had ook heel veel vrienden waren er, van de handbal, heel veel meiden. Dat was echt lachen, want de hele zaal riep, of de hele zaal een beetje overdreven, maar er waren gewoon heel veel mensen meegekomen vanuit Raalte. Dan komt toch dat chauvinistische, Maaike. Ook naar die Miss Nederland verkiezing. Oh my god, waar ben ik toch in beland? En we gingen met die hele club naar Turkije toe en we stonden op Schiphol. Ik had een koffer mee. Ik dacht, dan moet je ook jurkjes en voor avondkleding. Ik dacht, aan het begin van de week heb ik dat jurkje en dan kan ik aan het einde van de week nog een keer aan. Ja. En toen kwam er ook een andere mis aan zitten en die had twee volle koffers bij zich. Wat heb je toch allemaal mee? Ja, overdag, 's ochtends heb ik dat setje aan, 's middags trek ik dat setje aan. Ik zei, wat? Setjes? Ik denk, oh my god, ik maak hier, ik hoor er helemaal niet bij, weet je wel. Ja, toen ook met Erwin Nijhoff bijvoorbeeld, was zijn huldiging, live op TV Oost. En ik vroeg, Zweeds nieuws, weet je wel, huldiging, presenteer samen met Willy Oosterhuis. Ik zei, Willy, moeten we dat nou wel doen? Bij twee op podium. Ja. Jij gaat zo. Jij bent niet te volgen. En ik ben iemand die toch wel een beetje touwtjes in handen wil houden. En hij zei van, maar dat is juist een mooie combinatie. En wie gaat dat gewoon doen? Zei hij, hartstikke mooi. Ik denk, ik weet niet of ik dat moet doen. Maar, en daar twijfel je dan over. En op het moment dat we daar staan, en we kijken elkaar zo aan. Dan gebeurt het in één keer. Dan is het een gouden combinatie. Tot het moment dat het gaat gebeuren kun je ontzettend onzeker zijn. Ja.
Maar je gaat het wel doen. Ja. Dat is natuurlijk wel je kracht dan nog, hè? Ondanks dat je twijfelt van... Ja, ik vind ook dat ik het moet doen. Ja. Ja. En ik denk dat iedereen dat wel heeft in bepaalde mate. Alleen de een gaat niet zo ver en die denkt van ja, dat doe ik niet. En ik heb zoiets van ja, ik moet het wel doen. Is dat het verschil tussen succesvolle mensen en mensen die misschien iets, ja hoe je het ook moet noemen, maar iets minder succesvol zijn? Net even door het gaatje durven gaan. Ja. Discipline. Discipline en doen en ook op je bek durven gaan. Dat streverige, hè? Want ook toen ik zeg maar al wat van je las en zo, heel vaak komt het woord doorzettingsvermogen terug. Aan luie, ongemotiveerde mensen heb je ontzettend de hekel. Ja, heel erg. Van wie heb je dat? Ja, allebei. Mijn vader is ook heel fanatiek en in zijn werk en is bestuurslid ook van de Sallandse Wandelvierdaagse. Ja, en mijn moeder ook. Mijn moeder is ook een ontzettende doorzetter en die laat zich nooit kennen en die heeft wel eens wat tegenslagen gehad, fysiek gezien, maar die zeurt nooit, klaagt niet, klagen hoort ook niet bij ons, gewoon doorgaan. Ja. Want je moeder zat in de verpleging, hè? Ja. En die had veel nachtdiensten. Ja, wij waren klein, dus ze moest overdag voor ons zorgen, maar zij wilde ook gewoon door blijven werken. En de zorg, dat is haar passie. En toen haar moeder nog leefde en de vader van mijn vader, die verzorgde zij ook. Maar ja, bij ons was hard werken, daar word je niet slechter van. Nee. En als je iets wil, moet je het zelf doen. Een ander doet het niet voor je. Je hebt een vriend? Ja. En ik zal direct maar, het zullen veel mensen gezegd hebben, die is 11 jaar ouder, hè, als ik het goed heb. Ja, Julius de Haar. En hij heeft een goede baan. Een mooi bedrijf. Een mooi bedrijf. Ja. Ja. En hoe zit jullie relatie dan thuis eraan? Jullie zijn eigenlijk allebei ontzettend succesvol op dit moment. Ja, nou ja, we hebben allebei een hele mooie carrière, een mooi werk, vinden we allebei heel belangrijk. En daar vullen we elkaar denk ik heel goed in aan. We geven elkaar de vrijheid. Julius is veel op reis. Ook wel veel thuis, maar gewoon, we hebben gewoon allebei geen 9 tot 5 schema. Het gaat gewoon altijd door en die ruimte geven wij elkaar. Ja. En, hoe ben jij in die relatie? Wie is Maaike als je bij Julius samen bent? Ja, gewoon, ik denk hetzelfde nog steeds. Ja. Ja, dat is een moeilijke vraag, zeg. Wie is Maaike als die bij Julius is? Ja, heel verzorgend ook. Dat heb ik denk ik van mijn moeder. Maar wij hebben het gewoon heel fijn met elkaar. Wij moeten altijd lachen om elkaar. We gunnen ook de tijd die we met elkaar hebben, besteden we ook echt met elkaar. Ja. En we zijn nooit op elkaar uitgekeken. En wel aan elkaar gewaagd? Ja, heel erg. Dat moet ook wel. Hij heeft het nodig, maar ik ook. Zijn jullie allebei wel een beetje eigenwijs ook? Ja. Heel eigenzinnig en heel fanatiek. En we discussiëren ook over heel veel onderwerpen. Gewoon het werk, maar ook gewoon buiten het werk om, wat actueel is. En, maar je hebt dan wel genoeg zelfspot allebei om dat ook weer positief te kunnen omdraaien, zeg maar. Ja, je irriteert je niet aan elkaar? Nee, helemaal niet. Nee, hij kan wel beter relativeren dan ik. Maar dat heeft denk ik met leeftijd van doen. Daar komt die 11 jaar. Ja, maar hij heeft mij wel heel veel dingen geleerd ook. Want ik ken hem al vanaf de Miss Overijssel periode. Zo hebben we elkaar ook leren kennen. Want wij zaten bij elkaar in een team van Toppers te Paard van RTV Oost. En hij heeft mij wel heel erg beschermd in die periode. Van heel veel dingen niet doen. En denk daarover na. En doe dan gewoon dingen die je zelf wel leuk vindt en die bij je passen. Daar is hij wel degene in geweest die mij daar heel erg in begeleid heeft of beschermd heeft. Toen ik vroeg naar een mooie film, toen noemde je onder andere The Green Mile van Tom Hanks en de acteur die onlangs overleed. Ja, ik weet die grote donkere man. Grote donkere man. Met die mooie lach. Je zei dat je daar best, dat punten zijn waar je wel ook emotioneel geraakt kon worden. Onrecht. Want daar gaat het uiteindelijk om. Mm-hmm. Hij wordt aangewezen omdat hij gekleurd is. En veroordeeld omdat, dat zal dan wel degene zijn die die moord gepleegd heeft en krijgt de doodstraf. En ik kan heel slecht tegen onrecht en veroordeling. En
die film heb ik al meerdere keren gezien en iedere keer krijg ik weer tranen in mijn ogen. Op het moment dat hij in de stoel zit en geëlektrocuteerd wordt. Dat vind ik, Dan komen de tissues tevoorschijn. Nou ja, geen tissues, maar dan probeer ik dat een beetje zo weg. Het zijn een heleboel verschillende kanten, hè? Ja. Die je van jezelf wil ontwikkelen. Als ik nu zou vragen, wie is Maaike? Ja, dat kan ik niet in één zin zeggen. Twee zinnen dan. Ook niet. Wie is Maaike? Ja, dat kun je altijd beter aan iemand anders vragen, hè? Dat zeggen ze vaak, maar volgens mij weet jij zelf ook wel heel goed wie Maaike is. Nou, ik denk een heel gedreven, hardwerkende persoon die heel graag dingen in haar leven wil bereiken die dicht bij haar hart liggen. En heel graag dicht bij mensen is die ze lief heeft, de familie en vrienden. En wars is van mensen met achterbaksgedrag, ongemotiveerde mensen en de schijn ophouden. Beter voordoen dan dat je zelf bent. Als jij nou een belangrijke levensles aan mij zou mogen geven, als jongetje van 21, wat heb jij dan als belangrijke levensles meegekregen? Ja, blijf dicht bij jezelf. Dat is iets heel moeilijks, omdat je heel vaak wordt meegetrokken door de buitenwereld of de dingen die je doet. En het is ook helemaal niet erg als het is gebeurd, maar mijn moeder verzamelt ook alle krantenartikelen en alle interviews die ik gehad heb. En soms moet ik ook heel hard lachen om dingen die ik gezegd heb. Ik denk van jeetje mina. Ja. En dat zou ik denk ik nu, als ik dit over 5 jaar weer terugkijk, dan denk ik ook weer van jeetje mina. Ja. Maar dat was toen zo, weet je wel. Dat hoort bij die leeftijd. Dus daar moet je ook gewoon vrede mee hebben. Dat is eenmaal zo. Dus probeer dicht bij jezelf te blijven, maar ga niet te gecontroleerd daarmee om. Laat ook dingen maar gewoon gebeuren. En geniet daar ook gewoon lekker van. En veel lol hebben. En vooral doen wat jij leuk vindt. Dat is het belangrijkste. Ja. En je droom achterna gaan. Zullen we daar toasten? Toasten, hè? Bedankt, Maaike. Ja, jij ook bedankt. En mijn ouders zijn gewoon heel trots. En dat, maar doet je wel wat, hè? Ja, tuurlijk. Want je wilt het goed doen voor je ouders. Ja. En dat ze het leuk vinden wat je doet en dat ze daar trots op zijn. Toen is het op de micro ontstaan. Dat is echt verschrikkelijk. Dus we worden nog alles. Maar dan even en dan, dat moment. En dan nul reacties. En op dat moment kun je daar wakker van liggen? Ja. En dan neem ik altijd 2 flesjes water en 1 banaan mee. Beginnend een B en het eind lijkt op een boot. Ja. Dit is het gezicht achter, met vandaag de burgemeester, Piet Zoon.